MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Mike Haverkotte, wederom een overwinning, de derde thuisoverwinning op rij. Wat een cijfers. Ja, dat is mooi. Dus, ik denk dat we de stijgende lijn te pakken hebben, dus dat is, dat is positief. Ja, je ziet het allemaal voor je afspelen als doelman. Wat vond je van het veldspel van je ploeg vandaag? Ik denk dat we de eerste helft heel dominant hebben gespeeld. Ik denk misschien wel een van onze beste helften van het seizoen. En ik kan alleen maar complimenten geven aan de jongens voor me. Ja, vorige week heb je nogal wat kansen van de tegenstander in jouw richting gehad. Vandaag viel het wel mee, hè? Vandaag viel het reuze mee. Dus dat was... dat is ook wel eens een keer lekker een wat rustiger avond. Ja, je moest in de blessuretijd wel even alert zijn nog. Ja, dat vind ik vreemd, omdat volgens mij kwamen zij niet eens met iedereen naar voren. Wel hun keeper, dus ik stuurde Gaston Salassie, was natuurlijk nog naar die keeper toe, maar dat hij dan op het einde zo vrij staat, ja, dat mag niet. Maar gelukkig pak ik hem en hebben we 3 punten en houden we voor de tweede keer de 0. Ja, en je zet nog even Dionessi aan het werk, die vervolgens assist geeft aan Julie, die de 2-0 maakt. Ja, dat is mooi en leuk voor de jongen, want het is een verdediger. Ik kwam erin als aanspeelpunt. Mm-hmm. Ja, dan is het mooi dat wanneer zij met z'n allen gaan drukken, dat we ook de ruimte achter hun laatste linie benutten. En zo de 2-0 maken. Ja, een kans om een serietje te maken nu, hè? Natuurlijk met voorzichtige euforie. Ja, wat ik zeg, moeten we vooral heel rustig blijven en van week tot week... Het beter gaan doen, want richting eind tweede helft moet ik zeggen zijn we te slordig en pakken we een aantal keer de tweede bal niet op. Maar het positieve is wel, de eerste helft zijn we super dominant, spelen we echt een hele goede eerste helft in balbezit. En dat is de afgelopen weken ook wel geweest, maar ik moet zeggen, ik vond vandaag de eerste helft dat ik wel dacht van zo, we maken stappen en dat is goed dat we dat ook nu inmiddels aan de bal doen. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.